Ik ga even terug, Piet, naar juli 2013. Het sterfbed van je moeder. Je moeder is ziek, gaat sterven. En zij vraagt aan jou, ik zeg het net, maar ik wil het zo graag van jou horen. Piet, als ik dood ben, begraaf me niet. Niemand mag het weten. Dat heeft zij zo uitgesproken, ja. En wat dacht jij toen je dat hoorde? Ik ben daar eigenlijk niet op ingegaan, omdat ik niet verwachtte dat zij zo snel zou overlijden. En daarom hebben wij daar ook niet over gesproken, over die wens. Ik wilde mijn moeder ook niet tegenspreken, omdat het een oude vrouw was die nogal vlug boos werd als ze haar zin niet kreeg. Mm-hmm. En omdat ze ziek was, hebben wij het daar niet over gehad. Maar goed, dan overlijdt ze veel eerder dan je gedacht had. Ja. En dan sta je voor de vraag, ja, ik heb het beloofd, maar ik hoef het misschien niet te doen, want het is best wel een heel raar verzoek. Ze is om 7:30 s'avonds overleden en ik heb een uur bij haar bed gezeten om te denken, doe je het wel of doe je het niet? Bel je wel een arts of bel je geen arts? En ik heb geen arts gebeld. En hij zei natuurlijk nooit nee tegen zijn moeder. Dat is meteen een belangrijke aantekening. Ja, dat weet jij inmiddels. Ja, dat weet ik in het leven van Piet. Heel goed. En over de dood werd überhaupt niet gesproken. Dus het hele feit dat zij ineens over de dood begon, dat verlamde hem. Want zij was de enige vrouw in zijn leven. Ja, dat begrijp ik. En de idee daarachter was, nou ja, als niemand weet dat ik dood ben, dan gaat de AOW door, het pensioentje gaat door, dan komt er geld binnen. Jij hebt nooit gewerkt. Hè? Dus blijft alles zo gaan als dat het ging. Alleen mijn moeder leefde niet meer. Ja, en dan kon je voor de katten zorgen. Ja. Ja. En toen dacht je, nou, ik doe het. Ik heb dat beloofd aan mijn moeder. Ik kan nooit nee zeggen tegen mijn moeder. Ik maak een kist. Ik heb er ook verder niet zoveel verstand van, maar ik neem aan dat ik dat moet onttapen. Ik denk even in jouw gedachten. Ik moest een kist maken omdat haar lichaam anders uit elkaar zou spatten. Wat ik helemaal niet wist, want ik wist niet hoe de ontbinding van een lichaam zou gaan. Mm-hmm. Ik heb dat opgezocht op internet. En toen ik mijn moeder iedere dag verder zag opzwellen, toen heb ik besloten, je moet er ergens in leggen. Mm-hmm. Hij heeft natuurlijk dat besluit genomen op die vrijdagavond. En dan kan je eigenlijk al niet meer terug als je die knop hebt omgezet. En zeker...